Stukafest trok deze week door Eindhoven. De naam doet het al een beetje vermoeden. Het is feest op een studentenkamer, waar verschillende bands langskomen. Heel verschillende bands ook. Het spelen is leuk voor de studenten, maar zeker ook voor de band zelf. Voor wie het altijd nog even afwachten is waar ze terechtkomen. Ja, nou, het is eigenlijk meer een klooster hier. Ja, best wel vet eigenlijk. Ja, we hadden het nog nooit gedaan. Kijk, normaal staan je kroegen, zaaltjes en zo. Maar ja, het is een hele andere setting. Dit is gewoon wel het hoogtepunt van ons jaar, zeg maar. Omdat je al ziet, het is best wel altijd een bende. Dus het is ook, zeg maar, het enige moment in het jaar dat we een beetje opruimen. Dus buiten dat de band er is, is het gewoon supergoed voor ons huis. En voor de sfeer van het huis. Dat alle huisgenoten komen hier samen. Dus het is gewoon altijd echt hartstikke leuk. Je leert toch bands kennen die een beetje onbekend zijn. Dus het is sowieso heel leuk om gewoon met andere muziek in contact te komen. Ze hebben ook nog dingen zoals poëzie of cabaret. En dat is gewoon een heel leuk initiatief om zo bands een podium te geven en studenten ook kennis te laten maken met die muziek. Iedereen komt hier toch een beetje om te proeven, zeg maar. Meer dan specifiek voor een band of zo, heb ik het idee. Maar dat maakt het ook wel relaxed of zo. Ja.